Maaike van der Werf, het werd nog even spannend, hè, vandaag? Het werd zeker spannend, ja. En helemaal als je in de tweede helft de kansen en mogelijkheden wel krijgt. Maar een beetje ongeluk ook met bal op de lat en zo. En dan blijft het zeker spannend. En gelukkig maken wij dan de gelijkmaker vlak voor tijd. Even terug naar de eerste helft. Heracles zetten jullie wel goed onder druk, toch? Goed onder druk wil ik niet zeggen, maar ze gaven druk. Alleen wij voetbalden daar niet goed onderuit. Met name als je dan lange ballen speelt en de tweede bal moet winnen en vanuit daaruit gaat spelen. Ja, dat was niet zoals we dat normaal doen. Maar goed onder druk gezet, dat vond ik wel meevallen. We gaan even naar die 1-0, een standsituatie. Hoe zag je dat? Hoe ik dat zag? We scoren een dekkingsfout van ons. En, ja, dat is wel kloten, want dat gebeurt wel vaker. Maar je moet dan wel je kop weer omhoog hebben en verder gaan. Na die 1-0 gaan jullie verder. Jullie gaan op zoek naar de kansen. De kansen komen er ook. Had je nog wel het idee dat die zou vallen? Ja, zeker weten in de tweede helft, wat ik net al zei, we kregen genoeg kansen. En helemaal als de wedstrijd eindigde, de wedstrijd eindigde, meer kansen wij kregen. En je merkt het ook, het publiek ging erachter staan en we gingen alles of niets. En wat ik zeg, verdiend. We hebben echt verdiend die punt binnengesleept nog. Als je terugkijkt naar vorige week, de zware nederlaag in Leeuwarden. Vandaag dan het spel zag er weer redelijk goed uit. Is dat wel, schept dat wel weer vertrouwen, dit punt? Vertrouwen hebben we sowieso, want we hadden al een goede reeks staan. En als je dan één keer op je kloten krijgt bij Cambuur, ja, dat is inderdaad kloten, maar dan moet je verder. En we wouden ons graag revancheren hier in Zwolle thuis tegen Heracles, maar achteraf, het is wel zuur, want je wil winnen, maar een puntje is ook lekker.